Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto is het niet heel goed te zien, maar de bewolking overheerst wel op veel plaatsen. Af en toe trekken er wat opklaringen over het land waarbij de zon dan even kan schijnen. Op de meeste plaatsen blijft het vandaag droog, maar een enkele spat motregen zou er wel uit het wolken kunnen vallen. Vanmiddag wordt het uiteindelijk 7 of 8 graden en er waait een overwegend matige noordelijke windje in het binnenland soms nog maar zwak, windkracht 2 tot 4. Ook vanavond heeft bewolking nog steeds de overhand. Het is dan wel weer op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 6. De wind draait geleidelijk naar het noordwesten. Ook morgen hebben we noordwestenwind, die waait dan matig en aan zee soms vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Verder wordt het 8 of 9 graden en bewolking, bewolking heeft nog steeds de overhand. In de loop van de dag trekt er ook wat lichte regen over het land. Later op de dag breekt misschien in het noordwesten nog even de zon door. Op dinsdag, woensdag en donderdag hebben we weer wat zonnige periode, al hebben we ook wolkenvelden een rol in het weerbeeld. Op de meeste plaatsen is het droog op dinsdag en woensdag. Later op de donderdag is weer kans op regen. Er waait een zwakke of matige, veelal noordelijke wind. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.nl.